het klimaat is best wel extreem, tenminste. De hele warme nachten, warme dagen. We proberen vroeg te beginnen. En zoals gezegd, we hebben door de jaren heen gezien van wat werkt en wat werkt niet. We zijn ook, we hebben in het verleden ook tomaatjes gedaan. Nou, daar zijn we op een gegeven moment mee gestopt, omdat we daar toch minder productie van hadden. Toen hebben we gekozen om meer ons op komkommers toe te leggen. Dus kleine komkommertjes, snackkomkommertjes, maar ook grote komkommers. En kousenband hebben we daarnaast ook zijn we meer gaan kweken, omdat het bleek dat daar veel vraag naar was. Water, ja. Personeel zijn duur hier op Bonaire. Ja. Hoe doe je ermee? Ja, dat is dat moet je dus ergens wel op verdienen. En dat betekent ook dat wij niet de goedkoopste kunnen zijn. Maar waarschijnlijk wel het meest vers en smaakvol. En dat krijgen we ook gelukkig veel terug van klanten. Daar zit ook gewoon iets. Als je heel goedkoop iets koopt en het is na 2 dagen kapot. Ja, wat heb je er dan aan? Zeker als het om groente en fruit gaat. Dat wil je toch dat het lekker is, dat het nog even kan bewaren. En daar moeten wij het echt van hebben, van verse producten, lokaal van het eiland. En dat kost iets. Wij moeten ook onze mensen betalen. Wij worden niet gefinancierd door de overheid. Je hebt het onderhoud van de kas, je hebt het water wat we van web gebruiken. Meststoffen, die kosten geld. Dat soort dingen allemaal bij elkaar zorgt er gewoon voor dat we niet de goedkoopste zijn, maar wel het meest vers. Je had het net over. Is er wel sprake over een soort subsidie voor boeren van Bonaire? Er is recentelijk dan een agrarische lening. Maar met wat ik ervan weet, moet je die wel best snel terugbetalen. Ja, is mijn verwachting niet meevallen. Maar verder worden wij niet gesubsidieerd door welke instantie dan ook. Dus we moeten het echt helemaal zelf doen. Ja. Ik geef toch de kans om mensen van Bonaire uit te nodigen voor watermeloen bij jullie te komen kopen of komkommers, wat jullie dan ook hebben. Ja. Nou ja, elke dinsdag van 10 tot 2, dat zijn inmiddels onze nieuwe verkooptijden, zijn we hier zelf open. Maar ook zijn de supermarkten Bondigro, Van der Til en Warehouse die onze spullen aanbieden, net als Terra Basket. En Candy Supermarkt aan de Kaya Corona. En verder liggen een hoop van onze producten bij heel wat restaurants op de borden. Dus ga lekker uit eten en geniet van onze bijvoorbeeld microgreens die daar veel gebruikt worden. Maar ook snackkomkommers, watermeloen, spinazie. Eigenlijk van alles. En wat we hier kweken wordt ook door restaurants gekocht. Daar zijn we super blij mee, trots op. En we hopen dat we daar nog heel lang mee door kunnen gaan.